Nierpatiënten zijn voor het filteren van hun bloed aangewezen op een dialysecentrum of ziekenhuis. En dus is het lastig om op vakantie te gaan. Een camping in de Krim biedt uitkomst. Campinggasten kunnen hier nu ook 's nachts hun bloed laten filteren. En dat werd vandaag feestelijk gevierd. 10 jaar geleden kwam bij mij het idee om iets voor mezelf te beginnen. En ik was dialyseverpleegkundige. En ik wist dat pilpatiënten niet op vakantie konden omdat er heel weinig plekken waren in Nederland. En zo is het idee eigenlijk geboren om een camping te beginnen met vakantiedialyse. Maar elke andere dialysevorm in de vakantie was achteruitgang. En ik vind dat vakantie minimaal hetzelfde moet zijn. En dat kan hier. Ik heb 1 machine die speciaal geschikt is voor de nachtdialyse en een hotelkamer waar je op kan dialyseren. Als ik thuis ben, dan ben je altijd afhankelijk van de taxi. Op de heenreis, terug ook. En hier, het is een paar stappen lopen en ik ben er. Komt er nog meer? Gaat u uitbreiden? Want er is ruimte zat hier. Er is inderdaad ruimte zat, maar ik wil het graag alleen behappen en dat kan op deze manier. En juist ook door de kleinschaligheid kan je mensen gewoon heel veel persoonlijke aandacht geven. En dat is gewoon heel leuk om te doen.